Ik vind dat eigenlijk super speciaal om altijd die wedstrijden in deze steden te mogen doen. Omdat het geeft toch een hele andere sfeer en een heel ander iets dan normale besloten parcoursen die in bossen worden gereden. En het geeft altijd wel een hele mooie kick en gezelligheid dat er zoveel meer mensen zijn eigenlijk dan in andere wedstrijden. De moeilijkheden op dit parcours zijn vooral de stenen. De stenen zijn heel erg glad, dus je moet zien dat je niet te veel kracht zet, maar ook niet te weinig, dat je het niet doorschuift in de bochten. Het is heel erg moeilijk om in de stad te trainen, omdat je gewoon met zoveel verkeer zit van anderen, dat ik daar eigenlijk mezelf niet veilig genoeg voor voel en ook gewoon voor de andere personen. Het niveau van het deelnemersveld is dit jaar heel erg omhoog gegaan. Er komen steeds betere dames bij, ook steeds meer Belgische dames komen meedoen. We doen eerst een tijdrit. Daarin kwalificeert iedereen zich in een tijd. Dan worden we aan die tijd gekoppeld aan zeg maar groepjes. En dan hebben we een heat. En in die heats rij je met 4 personen en steeds de 2 beste gaan door naar de volgende heat. Totdat op een gegeven moment de cirkel rond is en je in de finale bent of in de kleine finale. En daaraan wordt dan je eindtijd bepaald. Iedereen is heel erg meegaand met elkaar en er is echt een groepsgevoel. Dus iedereen, als er iets is wat je niet weet of iets wat je niet durft, dan zijn er altijd wel anderen die zeggen van oh, rij maar achter mij aan, kom maar mee. En dat is niet het gevoel dat je krijgt bij een cross of bij een weg. Dat is alles gewoon iedereen voor zich. En het is ook gewoon heel erg de obstakels. Kun je natuurlijk niet in een cross doen. Het zijn echt rare dingen van tijd. Lijkt het vorige, moesten we over een auto springen, uit een camion springen. Het zijn allemaal spectaculaire dingen die eigenlijk wel heel veel, een soort van adrenaline rush wel geven, wat heel erg leuk is. De Eliminator race vandaag ging echt wel heel erg goed. Normaal gezien moet ik heel eerlijk toegeven, zijn mijn starten meestal niet een van de allerbeste. Vandaag waren ze echt wel sterk. Ik was eigenlijk een beetje onder de indruk van mezelf. De eerste heat had ik ook wel een beetje geluk, omdat ze natuurlijk achter mij net vielen. Maar ja, dat is ook natuurlijk een onderdeel van de Eliminator. Je kunt je ketting breken, dat kan van alles zeg maar voordoen, waardoor je uiteindelijk toch ook als winnaar uit de bus kon komen. En uiteindelijk heb ik dat toch nog gedaan. Er is constant iets te zien in een Eliminator, want het kan dat iemand over de kop vliegt, dat iemand zijn ketting breekt of dat je echt spannende sprints hebt. Dus je zit wel constant op het puntje van je stoel gewoon naar te kijken. Ik doe het eigenlijk pas nu 2 jaar en het is totaal anders rijden. En ik kan wel heel hard rijden, vaak, maar de techniek is er nog niet 100% zoals dat ik zou willen.